Let's go! 1, 2 etages. De technologie van tegenwoordig heb. Als je er zo in tunnel loopt, weet je dat je ergens naartoe gaat. Hier in Dubai hele lange mensen, want het dak is hier Oh, phew. We waren nog een van de enige hier aan die bad. Dubai! Oh, het is lekker warm hier. Het is hier 1 uur 's nachts en 40 graden. Oké. I like the beach. Zo, na een lange vlucht en alles wat erbij kwam kijken, zijn we aangekomen. Het is hier nu iets van 2 uur 's nachts, oftewel 12 uur bij ons thuis. En het is hier, wat zal het zijn? 42, 41 graden. Het voelt echt gewoon alsof er gewoon een zon op je brandt nu, maar het is... Ik zie geen zon. Dit is ons hotel. Dit is onze hotelkamer hier in Dubai. Oh, je ziet me niet. Super relaxed. Dit is de badkamer. Ook chill. En voor ons wordt het dus tijd om te gaan slapen, want het was een lang dagje. En we moeten even ons zweet gaan bijvullen, dus tot rusten. Ciao. Goedemorgen. Dubai, kijk, dat is een skihal. I know, right? Een skihal in Dubai. In de woestijn. En nu is... Zou ik er bijna net doorheen zakken. Nu is het tijd dat wij deze stad gaan bekijken en ook eens eventjes gaan voelen hoe... Hoe de temperatuur is. We zijn ons al mentale aan het voorbereiden. Nee, dat lukt niet. Oké, daar gaan we. Ben je klaar voor? Echt zijn. Ai. Oké, ineens toverroer hier aan de zee. Ik moet zeggen, de verleiding is groter dan ooit om erin te springen. Ondertussen staan we hier bij dit mooie gebouwtje hier. Dus de Burj Al Arab. 7-sterren hotel. Ik dacht altijd dat ze maar tot 5 gingen, maar schijnbaar kan het hier erger. De duurste kamer hier kost $18.000 per nacht. Ja, nog even sparen. Hoe is het water hier, pap? Is lauw. Oei-o. Net alsof je in bad springt. Maar ja, hier gaan we de verkoeling dus niet vinden. Dat is een tennisbaan en dat is een restaurant. En daar, helemaal in de verte, ligt het hoogste gebouw ter wereld. Wij zitten even in de taxi, even lekker verkoelen. Zijn arm is echt zeiknat. Kwartiertje buiten geweest. Zo lopen we weer de taxi uit en staan we weer ergens tussen allemaal bizarre gebouwen. Dat gedraaide gebouw bijvoorbeeld. Wow, allemaal vissen. En ik vind de bootjes hier nog wel meevallen op zich. En overal hoor je hamers en zagen van die bouwvakkers. En voor hun heb ik echt mad respect als je gewoon met zo'n temperatuur gewoon te bouwen. Yeah. Lopen verder. En hier is een moskee, hallo. Onze redder in nood. Oh. Plop. Plopperdoplopperdoplop. Ik ben... Ineens zijn we weer in de hotelkamer. Ties, wat is dit? Ik moet even wat vermelden. Ik moet eventjes iets van mijn hart af hebben. Kijk, mijn haar trouwens. Een echte kak. Deze hele reis, met alles erop en eraan, geloof me. Er zit nog veel eraan. Hebben we geboekt bij Tom's Travel. Hij heeft ons enorm veel geholpen. Super reisbureau. Beste zelfstandig reisadviseur. Wat hij zegt, beste zelfstandig reisadviseur van Nederland. En nu ik dit van mijn borst af heb, kunnen we weer verder. Doei, ik sta in mijn onderbroek trouwens. Hallo meneer de zee, daar zijn we weer. Zo, kijk eens wat een joekel van een reuzenrad ze daar aan het bouwen zijn. Taxi. Hoppa. Doei doei taxi. En plotseling sta je dan in een of andere gigantisch winkelcentrum. Bij het winkeltje, alleen hier in de winkelcentrums. Oh, nog één. En als je dacht dat ze niet alles hadden in het winkelcentrum, nou dus wel, want je kan hier Er is 70 kassas hier. 70. I know. Niet te vergeten natuurlijk een bioscoop. Zullen we even naar de film gaan? Wojo, daar gaan we weer. Bereid jezelf voor. Boah. Taxi, taxi. De nacht is gevallen over Dubai. Hallo ski resort, hallo. Je vraagt je vast af, Ties, waar is je vader? Nou, mijn vader is daar aan de overkant aan het skiën. I know. Het kan allemaal in deze gekke stad. Dus ja, nu zit ik hier lekker mijn video te editen.
Oh, dat zou je hem net hebben. Hé, hey, hoe was het? Een beetje bizar. Ski in Dubai. Ik ben zojuist van, ik denk van min 10 graden naar plus 45 gelopen. En je ziet hier nog mijn rode, koude neus. Had je het echt koud? Ik had het echt gewoon echt koud. Ja, gaan we eten? Ik ben al in deze. Okay. Ja, we gaan eten. Yeah. Yes. Herinner je dit gedraaide gebouw nog van vanmiddag? Het is net aangekomen. Je vraagt je vast of die zo houden jullie het ooit buiten vol. Deze vriend, die helpt ons een handje. En trouwens ook het uitzicht.